Ik speel er een beetje mee en ik maak daar de vraag van ook weer naar vader. Dit is vreselijk essentieel voor ons. Hele, hele, hele belangrijk. Je zou dit een van die rijkerjas kunnen noemen. Dat ben ik. We zien dan dat er een heleboel dingen zijn die komen en gaan. Al die dingen zijn waarnemingen. We kennen niets anders dan waarnemingen. Het lichaam is af en toe een aantal dingen die door ons worden waargenomen. Als die waarnemingen er niet zijn, is dus wat ons betreft dat ding er ook niet. Want dat ding is niet anders dan waarnemingen. Vandaar een Vedantisch, ik zou haast zeggen, ik ben niet zo gek met woorden en toch maar, het ding bestaat alleen als het wordt waargenomen. Waarom is dat zo? Omdat het ding niets anders is dan waarnemingen. Nou, dus lichaam verdwijnt aan de lamp en de wand komt weer eens een keer. Die weer is dit, dan weer is dat. Hè. Dat is iets anders. Geheugen maakt het telkens aan lichaam van dat het er een stukje dan komt. Dus het lichaam dat die waarnemingen die het lichaam noemen die komen, die gaan niet doorlopen. Terwijl ik dan niet eens op het dier slaan. Gedachten, nou ja, dat kan ik inzien, die duren maar tellen zijn ze verdwenen. Dat geldt ook over dat zelfbeeld dat we hebben, voorstellingen die wij aan hebben, die hebben gezien voor onszelf. He, je weet wat een oude grap van mij komt aan de aardappelen te gaan praten. En dan is het zelfbeeld verdwenen. Nou, niemand protesteert en jij zit eruit te knikken. Nou zeg ik, hoe weet jij dat het waar is wat ik zeg? Hoe weet jij dat al die dingen komen en gaan? Je kunt zich voor en dingen gaan. Ja, maar er is dus iets dat er is voordat die waarnemingen verschijnen. En ook nog over is als die waarnemingen verdwenen zijn. Alleen maar. Het waargenomen moet bestaan. Dat wil dus zeggen dat wat je niet waarneemt, namelijk datgene wat waarneemt, bestaat niet. Nee. Nu wil ik eventjes een filosofische haakloverij op touw zetten. We maken in de filosofie verschil tussen zijn en bestaan. Ik ben heel optimist, want ik word niet als jurist. Essen en existeren. Nee. Essen. Zijn. Existere, ex is uit, existere staan, dus dat springt een vorm, naam en vorm uit. Dus wat bestaat is uitsluitend waarneming. Als iets, als er geen waarneming is, dan is het ook niet. Dus waarneming en bestaan, naam en vorm hebben, zijn twee woorden voor hetzelfde. Nou, al die waarnemingen komen en gaan. Wat is het nou dat er is voordat een waarneming verschijnt? Dat er is terwijl die waarneming zijn dansje doet en dat overblijft als die waarneming verdwenen is. Dat pakje op wat groter maken. Wat is er voordat 's ochtends om 7 uur is het in werkelijkheid verschijnt en dat overblijft zelfs net al met wat makkelijker. Hoe weet je dat een waarneming komt en gaat? Dat weet je omdat er iets is wat niet komt en gaat. En dat is wat je bent. Dus jij weet, een gedachte komt en gaat. Hoe weet je dat de gedachte verschijnt om dit dan te kennen al bent? En dan verschijnt hij.
wordt waargenomen, verdwijnt weer, hoe weet je dat hij verdwenen is, omdat jij er dan op bent. En dan is er weer plaats voor een andere gedachte of een duidelijke waarneming of wat dan ook. Nou, dat is wat je bent. In elke waarneming, met andere woorden in de wereld of in het leven of wat je wil, ben jij het waarnemen. Ben jij, nu ga ik een ander woord gebruiken, het ervaren. Met andere woorden, ik gebruik het woord ervaren nu in een hele ongebruikelijke betekenis. Jij bent van, zoals even het zou stellen, één ononderbroken ervaring. Waarin al die kleine dingetjes, die we in het leven ervaringen noemen, verschijnen in je. Die ervaring die je bent, die ben je. En die kun je nooit ervaren, omdat je er bent. Dat is wat de oude tijd in een bom noemde. I am. Ik ben mij. Dat wat je bent is de ingrond van alle waarheid. De essentie, de substantie waaruit ze bestaan. Dat is ervaring. Die ben je. En al die waargenomen dingen zijn daarvan weerkaatsing. Een bekende voorbeeld, de zon kijkt het heelal in en ziet daar dat kleine krikketje, de aarde. Wat ziet de zon nou? Ziet hij de aarde? Nee, hij ziet zijn eigen licht wat daar schijnt. Zo ook, als jij kijkt, dan zie je alleen maar je eigen licht, ervaring. Die allerlei vormen aan heeft genomen. Vormen zijn waarnemingen. Onverschillig of dat zintuiglijke waarnemingen zijn, of gedachten of gevoelens. Dus het enige wat je het hele leven ooit kunt zien, is jezelf. Als je waarnemingen ziet, dan bestaan die uit dat wat je zelf bent. Dat wat je zelf bent, kan niet door jezelf ervaren worden, want dat is ervaring zelf. En dat noemt zelfrealisatie of een mooie kreet. Dat is op een gegeven moment deze tijdruimtelijke geest te ervaren als wat je bent. En die omvat alle dingen. Jij als deze geest bent, zo groot als wat dan ook maar, je waarneming mag zijn in de wereld. De wereld bevindt zich in jou. Dat is toch mogelijk, dat is toch weer een ervaring. Ervaring bestaat met en bestaat zonder waarneming. Dus ochtends om 7 uur verschijnt tijdruimtelijkheid. In tijdruimtelijkheid zijn ervaringen met een kleine letter, maar die bestaan uit een ene ervaren met een hoofd aan de ene. Blijft de laatste vraag, wat was er dan bij voor 7? Toen was er geen tijdruimtelijkheid. Nou, voordat er vormen zijn, tijdruimtelijkheid is, is er alleen, ik kan zeggen stilte, kan zeggen, maar het heeft niets te maken met welk begrip dan ook. Dus het absolute of Brahman, of een bombeer gebruikt is, ik weet niet, maar ik weet wel wat aan het parenbal en het vorm was, dit absolute. Nou, uit dit absolute springt om zit, tevoorschijn, en dit dan, die gaat allemaal huwelijk aan met nieuws en dit gaat, en dan is het een idee en dat soort dingen. Ik heb net eventjes vast nog gehouden, nog steeds mag ik ook niet om een boekje van die andere Christenboer, Yuji Christenboer. En die zegt in het allereerste bladzijde, het eerste gesprek, mijn grote ontdekking was dat er helemaal geen zelf is, dat je zo
Want daar verdient die ontdekking. Als iemand anders zegt dat je het zo moet realiseren, is dat je nog geen deugd meer. Maar wat hij zegt, wat bedoelt hij? Wel, zolang je op zoek bent naar wat dan ook, maak je er iets van. Iets dat bereikt zou kunnen worden, iets dat gevonden zou kunnen worden. Maar je hebt nog iets verloren. Dus zolang wij spreken over iets van mezelf dat gerealiseerd kan worden, heb je er een object van gemaakt. Dus het ogenblik dat je ontdekt dat er helemaal geen object is, kun je naar eer en geweten zeggen, heb ik er zin in zelf dat gevonden zou kunnen worden, dat je verloren zou kunnen hebben. Er is dus ook geen ik in het zijn. Nee. Het zijn jij zegt dat jij bent nu, maar dan is dat een ervaring. Dus, zijn dus, dus die ervaring is niet hetzelfde als die ik. Ja, ik vind. Ja. Ik heb vanmiddag proberen duidelijk te maken dat in die ervaring nu geen ik aanwezig is. Dat geen tijd en ruimte aanwezig is. Dus dan spiritueel is het al aan. Om dan te denken ook en daarmee ook het ik. Dan geen ik in zijn als de vreemde denken. Is dat inzicht? Als je hier niet meer moet zien, wees dat ook een grote ontstemmenis. Af. En zelfs in de vraag hoe am I zit de kern van dat er een I zou kunnen zijn die ik zou kunnen kennen. Ja. Of zijn. Maar goed, vergeet niet dat in principe, ja, we hebben nu de media en dergelijke, maar in dat kleine gehucht van Ramanashram, waar die vraag gesteld werd, die Ramanashram uit de boek heeft gesteld en een ander gedaan, daar zat het levende antwoord op die vraag. Je werd er niet zomaar met die vraag het bos heen gestuurd. En dat is zo met elke guru, die, op ik neem aan, ik weet er niks van, maar ik neem aan met zijn meesters, dat ze. Die stelt de vraag, maar die is ook zelf het antwoord. Dus uiteindelijk kun je zeggen, elke vraag is fout. Want elke vraag gaat uit van de veronderstelling dat je niet bent wat je bent. Maar daar hou ik geen rekening mee. Ik hou er rekening mee dat hier in deze droom figuren binnenkomen die denken dat ze dames en heren zijn. En dat ze gebonden zijn, en weet ik wel wat. En met dat materiaal moet ik kunnen werken. Ik heb een paar keer gezegd, dus ik zeg, jongen, je bent er bij jezelf en opgelazen, dan kan het zo niet komen. Dus het gaat erin inderdaad om te zien dat het zo is. En voor de meeste van ons moet er dan nog wel wat gepraat worden. En moet er nog wel wat leren om te kijken. En dan inderdaad, dan vind je dat er niets is dat je ooit zou kunnen verliezen. Dus dat het waanzinnig was dat je op zoek ging ooit. Dat is niet voor niets dat ik vijf keer is. Ik ben in zekere zin niet zo gek als onwetend. Ik ben de enige die dat nou zo ongeveer die helemaal niets weet. Ik heb een vraag. Inmiddels zei je, de meeste mensen willen niet hun probleem af en ook de pijn met hun probleem. En komt dat? Omdat wij denken. Wij denken dat wij personen zijn. Daarom als die persoon wordt aangevallen, dan denken wij met Petrus, Heer, met ons, want wij vergaan. Je denkt dat je echt vergaat. Want dan wordt haast op je gebleven, want als je dan echt beseft wat er gebeurt, dan is dat dood voor. Wat wij zoeken is een comfortabel ego. Dan hoef je niet te veel te zijn. Nee. Ja, ja, dat wel. Maar je bedoelt dat jij als persoon, of persoonlijkheid, dat hele lijstje, al die herinneringen, hetzelfde beeld, en al die plaatjes in elkaar plakt. En waar tegen je ik zeg. Ja, vaak. Dat je ook beleefd als ik. Ja. Ja, als iemand naar een bepaalde opmerking maken, dan zul jij of
meer dan ons, zullen we zich dan beledigd voelen mogen. Het zou niet zo zijn als je jezelf niet aanzag voor een bepaald zelfbeeld. Maar het zelfbeeld kan ook zijn activiteit ondernemen. Je kan toch niet ervaren? Nee, maar je moet al een heel tijdje over jezelf hebben voordat je dat ontdekt. 99,99% van de mensen beweren ik loop en ik doe en ik ben actief. Weet je wat ik bedacht heb? Enzovoort. Inderdaad kan ik niet, maar voor liefde voor zich ontdekken. Zolang je niet ontdekt hebt, denk je dat dat zo is. Als jij nou tegen mij zegt, jij bent onbevuurd, maar dan refereer je met jij toch niet aan die persoonlijkheid? Nee, ik spreek de persoonlijkheid aan. Maar ik schiet er doorheen met mijn pijl. Oh. Nee, dat was het ook niet aan de persoonlijkheid niet zo. Dat kun je toch niet zeggen. Maar iets in jou bevestigt dat het zo is. Want wat in jou bevestigt? Wat in jou meent, dat waar is als dat zou kunnen, dat en dat. Dat kan ik niet onder woorden nemen. Dat is helemaal op, hoor. Ik had, ik kan op een kwaal blik te zijn, maar voor ik mijn inlichting uiteraard ziet iedereen mediteren en heel erg met de. En toen was ik naar de warmasje geweest en die had mij doorverwezen naar, want ik kon daar op mijn boeren wonen. En ik in de tussentijd nog braaf mediteren. En toen woonde ik bij een familie in Bombay. En ik heb al gezegd wat verteld. Ik zat daar in mijn stoel en concentreerde en zo. Half twee. Mijn kinderen zijn niet aan school. Dat waren toch hele live donderstenen. Ja, 4 en 5, 6 zo. En wat een Indonesische baboe is, dat heet een Haya. Heel Christine, dat is een Koranese, dat is een christen, heel de Christen. En die, volgende dag. Met zo'n liedje. Heel erg met die teken, dus 2 uur. En zo heb ik ontdekt dat door die concentratie ik een samadhi raakte. Nou, dat is een soort samadhi. Dat is net als de diep slaap. Alleen je zit met ogen open. Sinds die tijd waren de bedienden die hadden ontdekt. En die daar hoorde ik knop over de vloer van mij. De zaterdag zijn de grootste verlicht. Dus we zijn niet daar. Waardoor ik was laat. Maar nou, ik heb dus naar het naar zijn kaart niet worden met de bedienden. En dus daar zit jij, laat ik dan maar zeggen, slapen. Als je begint te slapen, alleen rechtop en met je ogen open. Nou, wat heet eraan? Dus, mijn leermeester die was daar helemaal aan het spreken. Die had mij nauwelijks gezien. Ik kreeg al een woord te horen, samadhi-minded. Ik was samadhi-minded. Samadhi zijn tijdelijke toestanden. En na die tijd is het eruit om net zo stom als tevoren. Is dat je het begon? Nee, dat is helemaal niks. Dat is lieve slaap. Ah. En deze slaap. Ja. Dus ik kreeg later ook vooral toen mijn relatie een beetje stevig was geworden. Toen bleek echt wel een soort lieder. En elke keer alweer zei die dat is typisch weer de vraag van iemand die samadhi maakt. Dat is niet zo lang. Wat ervoer ik nu in die samadhi? Dan zou je mij kunnen vragen, wie heeft nou in die samadhi wat ervaren? Het antwoord is, wat ervaren, stel je zich daarbij voor, kunt u niet betrokken slaan. Dus de ervaring en degene die het eruit zijn, en dat zal. Dat is niet een ik dat in samadhi was, maar op al de yogis, uit rails. Geen van de yogis heeft een goed onderricht gehad. Dat ik concentreren en in al die toestanden, die chakras, hoe ze heen mogen. En
Dus misschien als ze willen, hebben die dat opgaan. Dus als ze hier iets willen kriebelen, dan zijn ze zo trots en zo. Ja, ze zijn net zo stom als tevoren. Het is allemaal heel kinderlijk volkje als je erin praat. En dat zeggen ze dan allemaal. Bij de Vishnu Mission is hier iedere dag gegenereerd de laatste 50, 60 jaar. In de tijd van Vivekananda en Jagadananda zo te laten tolken. Maar nu is het dan een sociaal academie geworden. En een vriend van mij die ging naar Swami Aranga naar de landen toe en ze zei, kom je doen in India, dan zit hij in zoek verlichting. Dat zegt Swami Aranga naar de landen zijn en eerst nog eens 10 levens besteden aan het helpen van je medemens. Daar heb ik nog meemaken. Nou, wat zien we in beeld? Ja, dat is dus wat weet. Als je nu zo benadert, hier met een tijdruimtelijke bewustzijn. Dus een ogenblik, ik moet verkeerde woorden gebruiken, ik heb juist niet, maar een ogenblik daal je af naar het absolute. En dan kom je weer terug naar een tijdruimtelijke. Dat is dus niemand die afdaalt, maar doordat je je aandacht daarop richt, ben je een ogenblik iets anders dan dat. Aandacht lost zich op in het absolute. En daar ligt de niemand die een aandacht heeft, dan hebben we net gezegd dat niet komt. Dat heb ik helemaal niet gezegd, heb ik goed geluisterd. Dus daar hebben we, daar ligt de bevestiging van het feit, daardoor kun je bevestigen dat je nu bent. Niet omdat je het hebt geleden. Je bedacht hebt ook niet omdat je het gevoeld hebt. Het gaat dieper dan het denken, dieper dan het voelen. Dus doordat ieder van ons, ik zeg weer iets waanzinnigs, ik heb het andere woord, toegang heeft tot het absolute, kunnen wij dit bevestigen. Daardoor kun je weten dat gedachten komen en gaan. Want als ik zelf iets tijdelijk was, dan zou ik met die waargenomen dingen meegaan. Om bijvoorbeeld, dus doordat ik zelf stilte ben, dat geluiden kunnen worden waargenomen. Dat beelden kunnen worden waargenomen. Maar het is wel zo dat de persoonlijkheid als plaatje geen toegang heeft. Maar jij hebt toegang tot wat je bent. Ja, dus die kreet is weer een bloedlinge kreet. Wat er gebeurt is dat op een of andere manier een ogenblikkelijkheid verdwijnt. Ik zal nu het perspectief omgooien, ik geef jullie mijn perspectief. Dat is de eindwendelijkheid. Nu zeg ik tegen jou, net als nu, wil ik kijk zelf ook even met jou mee. Het gebeurt er die hele tijd eindwendelijkheid verdwijnt. Blijft alleen nog een absoluut naamloos veranderen. Dan komt de eindwendelijkheid terug. En daaruit verschijnt bijvoorbeeld de gedachte van jou klopt. Maar is dat realisatie, wat is dat dan? Ik bedoel, iemand om het te ervaren. Het is iets wat een diepe droomloze slaap ervaart ook niemand. Het is de ervaring zelf. Ja. Ja. Doorzaak is zo, er zit wel een baan voor, dat klopt. Als je er iets aan wil hebben, dan kan ik wel naar rusten. Er zit wel een baan voor, er zit er allemaal. Ik denk dat het precies is, je zoekt wat, je wil wat, er zijn kreten en op een gegeven moment zie je dat ze wat verder van je weg liggen en dat het ook niet kan. En op een gegeven moment wordt er is helemaal niks om te bereiken en zou er iets zijn om te bereiken en is er niemand om dat te beleven. Dus ik zeg, ja, dan ben ik mee bezig eigenlijk. Ja. Dus, kom je hier en dan kan ik alleen maar zeggen dat ik je helemaal niets kan geven, ik heb niks. Dan kan je alleen maar, als jij op zoek bent omdat je denkt dat er dingen zijn die je wil ontbreken, duidelijk maken dat je daarom is, dan ontbreekt jou iets. Alleen omdat je telefoneert met het denken in dat slimme kopje, lukt het niet, want dat gedachten die weten niets over de reden. Nul. Gedachten zijn plaatjes die over tientallen verdwenen zijn. De reden is iets wat geen naam heeft en geen vorm heeft. Dus zolang je doorgaat met te telefoneren met dat denken, ja, kom je eruit. Vandaar dat ik heel andere pijlen afschiet, zoals het verhaal van nu, dat kun je niet denken. Om te verifiëren wat er waar is, moet je langs denken, langs voelen, diep ingaan. Of, zoals ik zo even omkeerde, dan verdwijnt het en verandert het en je bent alleen absoluut over. Waarom wel? Als je nou tegen mij zegt, in plaats is dat je hierheen komt, iets van de persoon in het voor, wat doe je dan? Je als persoonlijkheid? Ik heb niet gestaan, maar het bekend. Je zegt nou, als je afdaalt, als je erheen komt, ja. Dan gebruik je het woord je. Ja. Wat bedoel je daar nu mee? Nou, dat heb ik geprobeerd uit te leggen door om te draaien. Ik heb toch gezegd, nee,
Er is natuurlijk geen ik dat afdaalt in absoluut. Wat er gebeurd is, een gedachte verschijnt in je aandacht, omdat die er is, hier en nu. Nou, om dat te kunnen verifiëren, moet jij je aandacht op wat er is dan die gedachte, dan kom je er niet uit. Die gedachte is al weg, voordat je hem kunt pakken. Dus je richt je aandacht, ook naar aanleiding van de gebaren die je maakt, maar het is belangrijk om nooit achter mij te zitten, dan mis je wel. Waarom doe je nou met jullie? Dat ben ik bezig uit, dat is niet zo haastig. Als ik dit met de klas wil zijn, dan krijg je zo'n probleem. Dus, ik ben, jij richt daardoor je aandacht op iets anders. Op iets dat niet tijdelijk is. Dan verdwijnt die aandacht lost zich op. Hele bij de werkelijkheid verdwijnt. Dus, ik verleid je tot het maken van een bepaalde manoeuvre, waardoor een ogenblik de hele tijd ruimtelijkheid verdwijnt. Maar er nog wel iets is, en dat iets is wat jou nooit verlaat. En ruimtelijkheid verlaat je wel, maar er is iets wat jou nooit verlaat. Dat is wat dan nodig blijft, door dat je, bijvoorbeeld, het is een van de manier waar je aanvraagt of het waar is dat je hier bent. Dat is de enige manier waarop je het kunt weten. En is dat dan in de taal waar die samadhi dan in moet staan? Nee, dit is geen samadhi, dit is iets, laat ik nu maar zeggen, omdat het een tijdloos iets is, maar buiten gezien dat 1 seconde duurt. Kijk maar. Het is een heel bewust laten varen van een denkstandpunt en iets anders constructeren. Samadhi, dat is iets wat geïnduceerd door concentratie. Niet, daar houdt het denken niet op, omdat het denken weer niet iets meer te vertellen heeft. Maar daar houdt het denken op, iedere keer als er een gedachte komt. Snap ik bij. Het land. Het is een landmaker eigenlijk. En dan door zo'n grotere concentratie. En je kunt dan ook nog gericht op een chakra of op dit land. En dan door die bankmaatregelen verdwijnt denken en voelen. Nou, ik heb een wonder aan, want dan komt het gewoon weer terug. Want nu denk je dat je in die kluisje bent die SRA is geweest. Jongens, je weet het niet beter, het is een hele domme mensen. Nou, dus wat je nodig hebt, is te zien dat je die Jantje kluisje helemaal niet bent. En dat zo'n denkbeeld, zo'n zelfbeeld, natuurlijk nooit in samadhi kan zitten. Want in die samadhi is er geen zelfbeeld. Nou, dat zijn dingen die je moet ontdekken. Dan ga je het nooit meer zeggen dat ik heb in samadhi gezeten. Nou, diezelfde dingen heb ik ook al uitgelegd op andere dingen. Zo is dat nooit een ik dat gelukkig is. Of een ik dat liever heeft. Dat zeggen we wel, of een ik dat geslapen heeft. Dat zeggen we wel, maar dat bestaat ook niet. Daardoor zijn woorden dus de val waar we ingelopen zijn. Natuurlijk, ik zeg soms ook, ik heb lekker geslapen waar ik ben. Dat betekent niks. Dat is helemaal geen ik. Dat is wat het woord is, wat die uitdrukking betekent. Maar dat weet men niet. Men denkt dat er inderdaad een ik is dat lekker is in een bit. Want het is in die samadhi, hè? Is het niet zo dat als je iemand die veel in samadhi geweest is, dat het daardoor het zenuwstelsel zuiverd is? Waardoor je toch gemakkelijker identificatie kan opvragen. Maar op een gegeven moment moet je dat natuurlijk vergeten, die hele samadhi. Moet je eraf. Er zijn veel mensen die dat werk bewandeld hebben. Alleen, naar mijn diepe overtuiging is de weg die ik dus gevolgd heb, die ik misschien heb, veel efficiënter is. Goed. Neem deze ene vraag, kom eens dit wat terug naar nu. Dat zie je toch onmiddellijk en moeiteloos waar het om gaat. Waarom moet je dan 5 jaar. Ja, terwijl je onmiddellijk kunt zien. Ah ja. Nou, die vraag van wie ben ik, of ik prevaleer dan de vraag wat ben ik, of ik weet van haar huis, ik ben. Nou, dat is een onmiddellijke, zo recht als een pijlenboog, toegang. Je hoeft geen weg te gaan. Je weet dan eens dat spiet alsnog weg dit jaar, maar ik had een direct weg. Aan het begin lijkt het als we weggaan, een weg aflegt. Maar zodra je ziet dat het omgaat, dan weet dat het waanzin is
medewerking kent men sarcastische opmerking van hoe groot is de open afstand tussen jou en jezelf. Ja, dat is helemaal waanzinnig. Nou, die waanzin moet je zien. Door dit inzicht komt de bevrijding. Dat wil zeggen de ontdekking dat je nooit gebonden bent geweest. Zelfrealisatie is de ontdekking dat je nooit een zelf en nooit zoiets als een zelf zou kunnen geweest zijn dat je kwijt was of iets dergelijks. Dat je niet geweest was of zo. Je kunt denken dat je dat zelf kwijt bent doordat je niet kwijt bent. Als je dit kwijt zou zijn, zou je niet kunnen denken. Ik ben en ik ben niet de bedoeling van die ik ben en ik ben altijd het lichaam. Ik ben, dan ben je moeiteloos en nu ben je ook moeiteloos. Niets voor doen. Al dit dus voor de wetwaardigheid, dat ik nu steeds over zo'n 70 aanspannen. En blijvende ik ben heen. Kan je dat nog eens kijken? Blijvende ik ben heen. Kijk, onder ik ben heen is een verschil met het tijdruimtelijke bewustzijn. Maar ook dat is niet helemaal blijvend, want s'nachts zit er niet op over slaap is het. Dus dat wat er s'nachts is, het absolute, dat is blijvend. In dat blijvende schijnt spontaan tijdruimtelijkheid. Dan in de tijdruimtelijkheid, dus binnen het stukje van ochtends 7 tot 12, is het permanente deel, het niet veranderende deel, ik ben. Nou, als je in dat segment van ochtends 7 tot 12 waken, het permanente element opzoekt, ik ben, dan en die persoonlijkheid is al achtergelaten, het lichaam is allemaal voorbij. En dan is dat, als dat losgelaten wordt, dan valt zelfs dit ik ben in elkaar en blijft alleen maar dat soort over. Want ik ben kan niet zonder een attribuut voor lange tijd. Ik zonder zintuigelijkheid bijvoorbeeld. De wereld kun je zeggen in zekere zin, de wereld is hetzelfde als lichaam, zintuigelijkheid. Het is allemaal hetzelfde. Ja, het is de vorm. Het is allemaal een beetje van het bewustzijn. Haal het lichaam weg en de wereld is weg. Haal zijn zintuig weg en de correspondeerde optische wereld is weg. Zo is de akoestische wereld weg enzovoort. Zo hebben we elk zintuig projecteert mij in de wereld. Het geheugen projecteert die vijf werelden op elkaar. Mijn oog zegt, ik zie een groen zacht kussen. Dat ziet het oog helemaal niet, het oog ziet alleen maar iets groens. Maar ik zeg dat zie ik. Ik zeg, ik zie een zacht bruin groen. Dat kun je zeggen. Maar het is niet zo. Dus het oog ziet alleen maar groen. Het tastzintuig voelt zacht. En dan maakt de persoon dus van, ik zie een groen zacht kussen. Of ik zie een witte harde muur. Het oog ziet helemaal geen muur. Het geheugen projecteert de wereld van het ene zintuig, van het zien, op de wereld van het andere zintuig voelen en maakt zo van twee werelden een derde. Zonder die zintuigen kan die tijd ruimtelijkheid. Tijd en ruimte is denken, is zintuigen enzovoort. Dus als je het geheugen weghaalt bijvoorbeeld, dan verdwijnt het mentale bewustzijn. En verdwijnt ook de wereld. In zekere zin kun je dus zeggen dat het geheugen de schepper is van de wereld.
moet u niet eigenlijk over ik staheid praten? Ik zou... Ik ben hij, nou eventjes teruggaan naar jouw essay en existentie. Ik ben, kun je eigenlijk nooit zeggen. Nee, maar als deze bewustzijn met elkaar gaat met een object, dan zou ik zelf ontstellen dat ik bestaarheid. Ik ben niet zo ben iemand. Want essen, to be, ja, dat... is ook nog een begrip. Ja, daarom. Dus, als er helemaal geen begrip meer is, en ook niet het idee dat er geen begrip meer is, dan is het alleen maar zo. Ja, en maar die richting aanwijzen van de I am-ness, van die, die wordt, nou voor mij niet, duidelijker. Ik hoop inzicht dat is ik bestaanheid. Dat is de... Is niet de tijdruimtelijkheid, de tijdruimtelijkheid zit daarin, in dat, in dat. Maar ik wil zeggen, het is persoonlijkheid. Is het, ik ben het, iets persoonlijks of iets onpersoonlijks? Nee, het is onpersoonlijk. Ja, en daarom heb ik een beetje gevoelsmatig bezwaar tegen ik bestaanheid. Ja, ik ben het, iets waanzinnig. Ik heb het kletsel. Dat kan niet. Ik ben... Maar voor mij kan ik. Ik bestaan nog minder. Nee, ja goed. Ja, ze hebben daar genoemd. Ja, ja, dus wat tegenwoordigheid noem ik dan echt. Nee, ik besta dan wel. Tijdruimtelijkheid. Tijdruimtelijkheid kan zeggen ik besta. Ja. Ja. Maar... Met er is niets die kan zeggen. Maar als ik zeg ik besta, dus na mijn vorm, dan in mijn privé woordenboek moet daar een persoonlijkheid van zijn. Dat is ik ben heet, dat is onpersoonlijk. Wat daarmee bedoel ik. Ah ja, 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 ja. Jawel. En daarmee in mijn vocabulaire, de witness. Waarmee heet. Dat is een jonge leraar met een energie.
gedachten enzovoort. Waar niks tegen is, niks de hele wereld. Maar ik denk niet dat je daartoe beperkt bent. Ook heel nadrukkelijk bij het automatisme waardoor
verdachte gevoelens en dergelijke opgeëist worden door een ego, dat nu bij elkaar was. Goed. De tweede laag is rajas. Rajas is alles wat energie is. En werken, sport, bewegen enzovoort. Een van de Indische broers die helden Parijs aan was een voorbeeld van een stad die typisch rajas was. Alles was toen, dat toen de beweging. Amerikanen en rajas. En sattva is subtiel, is geestelijk, is loslaten, is ontdekt zijn, is inzicht. Wat leidt tot bevrijding? Dus als je van buitenaf ziet dat iemand in het lichaam ligt te slapen, dan zeg je nou dat is inert, dat is maar van het standpunt. Je zijn er zelf niet geen standpunt, maar ik vind ik aan het minste voor je bent. Amen. Daar zijn twee standpunten over, het klassieke. Wat je bijna overal in jou hoort, van een diepe slaap, daar is Atma het zelf. Shrouded in the veil of constant. Maar dat is een geloofspunt. Als wij afspreken dat wij alleen maar op onze eigen ervaring afgaan, dan moet ik bekennen dat in mijn domste en onwetendste en slechtste jaren ik nooit in de diepe slaap mezelf ontdekt heb dat omsluierd was door causaliteit. Met de enige verhaal. Mijn ervaring is. Ja. Ik weet wel op de een of andere manier. Niet met mijn hersens en zelfs niet met mijn gevoel. Maar dat. Meer dan een balk weet, maar ik heb er een ander woord dat slaap iets is wat ik toch graag doe. Mij wil straffen, dan moet je mij in die van ons dan ook eens een week of 14 dagen beletten om echt te slapen. Ik sta al gek. Nee. Dus het is iets heel begeerlijks en dat weten we. Dat weten we niet meer als gevoel, niet meer als verstand, niet meer als lichaam. Dat is iets anders, maar een andere manier waardoor we dat kunnen weten. Dat is dezelfde toegang. We hebben tot de bevestiging van het feit. Ik zei iets waanzinnigs als ik zeg, dan daal je af in het absolute. Van een of andere manier zeg het, dan zeg ik, en dat komt eruit, is er een ogenblik voorbij in de wereld, ben je alleen maar het absolute. Dus is er geen jij dat het absolute is, is alleen maar het absolute. Dat Ananda, dat is natuurlijk ook in de maag van het vijf. Onafgebroken. Dat is een grote verrassing. Het krijg is alleen maar zijn. Het zijn verschijnt heel in het gedachte. Het enige probleem is dat wij in plaats van alleen maar te zijn, gezag toekennen aan het denken. Delen een aantal aan denken, een aantal stukken. Sommige gedachten noemde ik. En dat ik daar geloof in, huid en haar. Dat ik geloof in die andere gedachten. Als de geest gelooft in zichzelf, dan heel lang goochelspel. En probeert ook dat spelletje en van de macht in stand te houden. En dat ik, en dat gezag dat, dat ik toeken aan gedachten. Dat is een deurtje met een kooi op slot. Dat is uitsluitend een denkenkooi. Dat is heel belangrijk om na te gaan of dat waar is. Alweer dat gedachten helemaal niets, nul, 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 kunnen vertellen over wat jij bent. Als je dat dan op een briefje schrijft of op de wasnavel plakt en op de wc plakt en alles hier aan. Dan verleidelijk aan dat
moet het dadelijk draaien om en daarmee te telefoneren. Alles waar je in deze tijd ruimtelijkheid waarde aan hebt, dat eist je aandacht op en waar uw schat is, daar zal onderuit zijn. Dus als je ziet dat het denken echt in dit perspectief volmaakt niet alleen waardeloos is, maar de doodsvijand is. Denken maakt je alleen dingen wijs op jezelf. Nou, dan hou je op met het telefoneren. Dan kun je het gebruiken als je met makken moet gaan of zo, om het dan ook te als je moet betalen. Nou, jij denkt dan niet meer, want je denkt dus verdwenen. En je zult nooit meer een gedachte consulteren om iets van jezelf te weten. Jij kent wel jouw gedachten, maar jouw gedachten kennen jou niet.
Omdat er geen afstand kan bestaan tussen jou en jezelf,
tussen wat je bent en wat je zoekt, want dat is het zo. Dat moet eens blijken zijn van de weg. Maar, omdat er daar nog ergens een geloof bestaat dat je iemand bent die op zoek is naar iets, lijkt het van dat standpunt uit alsof er een weg is. Werk de pot. Maar als je aan de overkant bent, als je het eind van de weg bent, dan denk je dat je nooit enige afstand hebt afgelegd. Want in de tijd was je al wat je dacht te moeten zoeken. Wat zou het leven arm zijn zonder begrippen? Dat er geen weg van Utrecht meer over zou moeten. Nee, inderdaad. Ja, ik ga er niet uit ook aan. Dat je hier nooit kunnen komen. Het is nou misschien ook niet zo. Thank you.
Ik hoop dat je slecht slaapt. Ik heb al een moeilijke verloren. Heeft het niet te maken met vrije keuze en de vrije keuze om... Dat is alleen maar kapot. Ja, ze bellen. Alleen katholiek hebben vrije keuze over de rest. Kijk, om te beginnen al, ik kreet alleen al. Is te gek om los te lopen. Vrijheid sluit keuze uit. Als ik vrij ben, dan heb ik niks te willen. Zolang ik iets wil, dan ben ik vrij. Dus vrijheid en keuze, vrijheid en willen sluiten elkaar uit. Dus vrije wil, vrije keuze, dat is zoiets als droog water. Als je wil kijken in het perspectief van tijd en ruimte, en je zegt ik ben iemand die gisteren en ergens en daar wordt, dan moet je maar eens wat nog een ballon van de vrouw vannacht gaan krijgen. Slapeloze nacht tevreden. En dus even een uurtje nadenken, hoeveel factoren er hebben bijgedragen om jouw komst hier op dit ogenblik mogelijk te maken. En als je daar een half uurtje van neemt, dan zul je zien dat het een onfeilbare zin van jou is. Je bent altijd nu. En als je weet, ik ben nu, omvat het dan ook alles. Wat ook wat wij noemen verleden. Alles is een begrip. Heel veel
heel strikt en dan weer een uur zin in gaan beginnen. Dus dat nog niets. En dan? En alles komt voort in de niets. Als je zegt, je dat je niet voorstelbaar. Jij werd het onvoorstelbaar. En dat is het andere woord voor je. Maar toch spreek jij mij steeds aan met je, jij en aan de koffie vast door het lichaam. Soms, als ik zeg dat jij daar zit. En als ik je hart schat van gaan aan, dan voel ik het lichaam. Niet maar. Nee. Ja. En als ik zeg, nou, noem eens wat, je hebt iets begrepen. Dan bedoel ik, ofwel denken, ofwel iets dat voorbij denken. Dus in laatste instantie. Dat is weer waanzinnig, want ik heb geen antwoorden. Zoals je spreekt het absolute. Tegen het absolute, zoiets zou je kunnen zeggen. Maar ze nemen dat niet meer dan de AWP-boot, want je kunt ook onmiddellijk zijn, ja, maar het absolute is niet hier en niet daar. Ego, hoe zou je dat niet doen? Ego kan niet leven zonder die manier van denken die we het verleden hebben. Het ego is een waarneming. Kijk, als ik geen verleden heb, dan kan ik geen ego bedenken. Ego bestaat altijd uit dingen die ik gisteren deed, vorig jaar deed, enzovoort. Dingen die ik ga doen. Dus als ik een ego wil hebben, dan moet ik denken in de termen van tijd. Ja. Mijn creatologie
zou ik dan bijvoorbeeld zeggen pure consciousness. En als ik dat zou zeggen, zou ik zeggen dat ik weer onmiddellijk aanvallen en die zeggen wij pure. Ja, en die zeggen pure because it is pure. Nee, maar het is een kwestie van helaas, en dat geldt voor de hele wereld, in dit gebied zijn de woorden niet gecodificeerd. Ik bedoel met hetzelfde woord soms het tegenstander van andere woorden. Ik zei Alan Watts ook, als hij het heeft over consciousness, dan bedoelt hij denken en de menselijke geest. In dat boek is hij dat ook zo vertaald. Dus of hij zei, als hij daar heeft over consciousness, dan heb ik het vertaald met de geest. En dat heb ik het voorwoord ook gezegd, de menselijke geest. Maar soms wordt in datzelfde boek eigenlijk het woord consciousness gebruikt als aanmaak. Awareness is dus onpersoonlijk. Consciousness is in die zin persoonlijk. Ik heb het regelmatig als yoga pijn, maar dat was niet. Nog weet niemand meer wat er aan de kant wordt bedoeld. Ik zal er af en toe bij zijn. En dat bagage, dat daar weer ligt, we worden met bewustzijn bedoeld dat wat nooit verandert. Dus in deze hele wereld er zijn alle waarnemingen die veranderen doorlopend, maar er is iets in die waarnemingen dat niet verandert. Dus dat mag je een aantal noemen. Dat noemt hij dus consciousness. Of pure consciousness. Dat we al die waarnemingen gemeen hebben, dat is het nu. En waarnemen. Maar nu komt er in de verte, als ik nou al die woorden die hoor, in de verte weer even aankloopt lopen, het gevoel van, oh jee, dat is toch wel goed, hè? Stel. Nee, dat is nog iets, ja. Probeer, ik spreek nu voor de woestijn. Nee, ik ben onwetend. Ik spreek nu als iemand in de woestijn, maar natuurlijk doet het toch wel aan, probeer iets vast te houden. Waar het om gaat is, al is bij één zin. Woord was begrijpen. Dat is het enige wat wordt. En woord onthouden. Als dat nodig is, dan komen die vanzelf wel weer eens kippen. Ja. Ik kon toen pas ook lekker zitten. Nee. Toen ik het gevoel had van, oh, ik bezit maar ik niet op zoveel woorden. Ja. Ik begrijp het allemaal. Zo weet je, je zit ook niet in de zin, maar dan dat is enigszins paradoxaal. Wat is paradoxaal? Nou, aan de ene kant is het zo wel een beetje de laatste jaar van mij van ons kent. Ja. Kijk, ik vind wel zo'n nou, even heb ik je één keer opgebeld en zo komt er in mijn huis. Je mag het, Lennon, je mag het.